Geert van Istendaal en Wim van den Abele, welkom in het literair salon van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren in de tapijtenzaal, prachtig decor. Dank u zeer. Om het te hebben over jullie gezamenlijke bundel, Dorpsbibliotheek heet die, uitgegeven bij P. Gedichten van Geert, gedichten van Wim, vertalingen naar het Frans van Bart Vonk. En ook illustraties van jouw dochter, ja, Geert van Judith van Istendaal. Met andere woorden, heel veel voor een dun boekje, heel veel inhoud. Een bundel met een rijke inhoud over een speldenkopje op de kaart. Over de plek waar jullie wonen, Oud-Heverlee. Mm-hmm. We zullen het uitgebreid over die plek hebben straks, waarover de bundel ook gaat. Want de ondertitel is Oud-Heverlee in gedichten. Maar misschien eerst even vertellen hoe die tot stand is gekomen. Dat had eigenlijk te maken met corona, heb ik begrepen. Gedeeltelijk wel. Corona. Hoe kan ik het zeggen? Geert woont toch al 3-4 jaar in Sint-Joris-Weert. Hij zit daar met een prachtig zicht op de dode bende. Ja, een van de mooiste plekjes. Natuurgebied daar, ja. En is aan het schrijven gegaan met het zicht op de bende en met het idee naar gedichten over de streek waar wij wonen, want daar zijn verborgen prachtige plekjes. Heeft hij een telefoontje gedaan naar mij en dan hebben wij een maand, 2 maanden lang ongeveer, regelmatig naar elkaar gemaild en teksten geschreven en elkaar een beetje aangestoken. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Met in de plaats van mails of brieven gedichten. Dat van de mooie 19e en 20e eeuwse brieven, mails. Ja, zo is het nu eenmaal. De bedoeling was om niet buiten de grenzen van de gemeente te gaan, die 5 dorpen telt. Ja. Ja, het is eigenlijk een beetje 2 oude venten die uit het raam kijken en dan een gedicht schrijven. Dank u. Ja, is zo. Oh, het is zo. Ja. Ja, meer is het niet. Ja. Maar ik kom graag terug op die term dorp. De poëzie is niet dorps overstijgd. In bijna elk gedicht vind je iets mondiaals terug. Het is niet bekrompen of eng of plaatselijk. Plaatselijk, nee, dacht ik. Is het uitgangspunt altijd. Hè? En? Plaatselijk is het uitgangspunt altijd. Juist, dat wel. Het gaat over hier. Ja. Dat zeg jij ook dikwijls. En ja, op die manier wel. En van daaruit over de hele wereld. Okay. Maar laten we eens terugkeren naar Oud-Heverlee. Ja. U woont daar al veel langer dan Geert. Ja. Ik woon daar sinds 1969. Dat is een ruime tijd. Mm-hmm. En zalig, rustig. Kort bij Leuven, niet te ver van Brussel. En plaatselijk Meerdalwoud. Dat is nog zo'n begrip, hè? Zoete waters, Meerdalwoud, dode bende, dat zijn begrippen die we als buitenstaanders ook kennen. Absoluut. U wil er niet weg? Ik wil daar niet weg. Nee. Geert, hoe lang woon je daar nu? In december 4 jaar. Mijn vrouw wil vooral weg uit Brussel. Niet dat we gevlucht zijn. Nee, we hebben 37 jaar heel graag in Brussel gewoond, wat ook niet zo geweldig origineel is, want we zijn er allebei geboren. Maar zij wilde oud of ouder worden in een dorp. En daar hebben we 8 jaar gezocht, tot we vonden waar we nu waren. Ja, en waarom dan daar? Wat trok jullie aan? De trein. De trein. Het is een station in het dorp, een stopplaats met een stationnetje, dat leeg staat helaas. De nabijheid van een aantal voorzieningen. Ik heb heel lang geleden in de jaren 70 in de ruimtelijke ordening gezeten. En ik hou helemaal niet van verkavelingen, ver van alles. Je moet te voet naar alles kunnen. Dat kunnen we. We zouden zelfs te voet naar de lagere school kunnen, maar dat hebben we een beetje minder nodig op onze leeftijd. En dicht bij familie ook. Dood eenvoudig dat. Oud-Heverlee kennen we van de naam van de voetbalploeg.
Kan je dat eens wat meer situeren? Het is een bijzondere plek onder Leuven. Ten zuiden van Leuven, ja. Ten zuiden van Leuven. Maar ook vlakbij de taalgrens. Op de taalgrens. Op de taalgrens. Die loopt dwars kilometer... door dat woud, dacht ja, ik toch. Door, ja. Nee, wij wonen ik woon 2 kilometer op de taalgrens. Ja. Ja. En je merkt dat in het dorp ook, er wordt heel wat Frans gesproken. Vandaar ook de Franse vertaling van de gedichten, is dat met de bedoeling precies, om... dat was de bedoeling, contact, open. Ja. Ja. Geert, je hebt afscheid genomen van Brussel in der tijd met een dichtbundel. Ja. Is dit dan een verwelkoming in het dorp? In die dichtbundel staat ook al wat ik zoek. Welk soort huis ik zoek en goed... Daar zijn we nu aangekomen en ik heb altijd over mijn omgeving geschreven. In mijn bundel Taalmachine, die al meer dan 20 jaar oud is, gaat het over Brussel en mijn onmiddellijke omgeving. En ik dacht, nu? Hier woont nog een andere dichter, die ik al een halve eeuw ken intussen. Nee, ja, langer. Dat klopt. En waarom zouden wij dan niet samen... Ja. Iets over die boom daar, of die vogel schrijven. Het is niet, hoe zou ik het zeggen, romantische natuurlyriek, hoor. Er staat één gedichtje in dat ik geschreven heb over de bosuil. En dat begint meteen met de woorden verbrandingsmotoren. Want die hoor je overal. Zelfs in ons dicht bevolkte gewest kun je dat niet vermijden. Wim, voor jou is dat natuurlijk bekend terrein. Ja. Je woont er al zo lang. Je hebt er ook eerder al over gedicht, hè? Over je omgeving. Ja, we hebben plaatselijk toch ook met poëzie zijn we daar toch mee bezig geweest. Musis Meerdal was een tijdschrift. Op een bepaald moment, nu dat is toch ook al bijna 25 jaar geleden, op een bepaald moment hadden wij meer abonnees dan Dietzwerande en Belfort. Zonder de subsidies. Maar dat was ook een aangename kring, ja. Mijn grootvader is nog burgemeester geweest van Heverlee. En wij woonden vlakbij, Oud-Heverlee, dat was voor ons in onze kwajongenstijd de uitweg. Het bos in, zalig. Ja. Maar, dat wil zeggen, we zijn nu 2021, u spreekt over die vorige literaire initiatieven, dat die omgeving inspirerend blijft voor u om... te blijven schrijven over uw omgeving. Ja, inderdaad. Dat klopt. Ik heb uw vraag niet helemaal goed begrepen. Ja, u blijft schrijven over Oud-Heverlee. Absoluut. U deed dat in het verleden, u doet dat nog. Ja, het blijft inspireren dus? Dat is inderdaad inspirerend, omdat wij wandelen heel graag en wij ontdekken en wij komen graag op plekjes waar je eigenlijk niet mag komen. Zoals? Onlangs nog, ik heb een goede vriend, een beeldhouwer, en die heeft een stuk of 17 beelden mogen zetten in Meerdalwoud. Het pad van Ad, dat is tamelijk bekend, daar passeren jaarlijks 600.000 mensen, wandelaars in het bos. En wij reden het bos in, en we waren daar nog maar heel eventjes, stond er al een boswachter achter ons. En we waren blij dat hij zo streng alles goed... En wat had je verkeerd gedaan? Je was een route ingelopen die niet... We mochten daar eigenlijk niet komen. Ja. Spannend. Ja. Het heeft wel een gedicht opgeleverd in de bundel. Hè? Ja, klopt. Ja. Nu, dat pad van Ad is interessant, want die man die maakt daar beelden uit dood hout. Dat daar toch al staat. En dan werkt hij zijn beelden in zo'n afgeknotte stam. En dat staat mij eigenlijk geweldig aan. Werken met materiaal dat eigenlijk daartoe niet leent. En dan doe je dat toch. Ja. De naam van de man is Ad Wouters. Ja. Ja. Het is eigenlijk een Nederlander. En hij werkt in het woud. Ja. Geert, ik kan me toch niet van de indruk ontdoen in enkele gedichten dat je de verdediging opneemt van het dorp.
Ja, ik ga het dorp niet afvallen. Je komt daar pas. Ja, de bundel begint bijvoorbeeld met een aantal plaatsnamen, ja, om het te situeren. Ja. Maar eindigt met het vers, verguis dat alles niet, het is ons huis. Ja, dat is zo. Of een beetje verder, gedicht Platteland. Hier willen wij hokken, hier huizen op kavels, al dwarrelt uit hoogten de spot en de hoon. Ja, is zo. Ja? Ja, ik heb te veel... Wordt er gespot met het dorpsleven? Ja. Ten eerste, in dat land van ons... kun je nauwelijks nog de tegenstelling stad-platteland maken. Dat is waar, ja. Het is stad voor stad, stad... Ja. Dorp, waar vind je nog een dorp in ons gewest? Dat misschien aan de uithoeken, en dan nog... Ten tweede denk ik dat in heel veel zogezegde dorpen het opleidingsniveau tenminste even hoog is als in de stad, zo niet hoog. Ik heb te veel lezingen gehouden in allerlei dorpen, van het Pajottenland tot de Kempen, waar ik in het begin, jaren geleden, een beetje versteld stond. Ja, maar deze mensen... Die hebben de hele wereld gezien, die spreken niet één taal, maar twee talen, drie talen, vier talen, vijf talen soms. Die hebben de halve wereldliteratuur gelezen. Kom aan zeg, dat superioriteitsgevoel van de stad, dat is zo ouderwets, dat is honderden jaren oud. Ja. Daar wil ik niks meer mee te maken maar hebben. Maar anderzijds is er toch ook in Vlaanderen een soort van afkeer van de grote stad nog steeds en een liefde voor... even ten onrecht. Even daar heb ik dan voor gezorgd, toen ik naar Brussel geschreven. Ja. Veel mensen uit Leuven die graag naar Oud-Heverlee komen wonen. Het wordt er ook al krap, er wordt te veel gebouwd, maar dat is overal zo. Maar dan gaan ze al heel graag naar Waals-Brabant, een klein beetje verder. Ja, ja. Veel nu, Vlamingen ook. Dat nu ook al duurder wordt. Ja. Ja. Trouwens, Leuven is geen grote stad. Leuven is een... Waals-Brabant is veel mooier dan Vlaams-Brabant. Ja. Ruimte. Zicht, panorama, geweldig. Wat je hebt buiten de steden in ons gewest, buiten de Vlaamse steden en Brussel, dat is dit, dat wij het grootste deel van onze ruimte grondig verpest hebben. Wij hebben al eeuwen in de meeste onderdelen zeer verspreide gebouwen. Je moet de Ferrariskaart uit de 18e eeuw maar eens kijken, goed bekijken waar al die rode puntjes staan, die boerderijtjes en zo voorstellen. Dat is behalve misschien Haspengouw of nog een paar andere streken helemaal verspreid. Alleen hadden ze in de 18e eeuw 2 à 3 miljoen inwoners en nu hebben we er 6 à 7. Dit wil zeggen dat die verspreiding geëxplodeerd is. Ja. Metastaseerd is. En nog voortgaat op dit moment? Tristige lintbebouwing ook. Ja. Wat de gemeenschapsleven een klein beetje beschadigt. Mm. Iedereen zijn huisje, zijn tuintje, dat is wel typisch. Maar, momenteel een verschil. Maar er wordt, dat is mij onmiddellijk opgevallen, en je moet je natuurlijk daar open voorstellen als nieuwkomer, hoe omarmend de mensen wel zijn, ja, hoe vriendelijk. Is dat zo? Oh, ik vind dat zeer opvallend. Want er wordt ook gesproken over groot isolement en eenzaamheid in de dorpen. Dat in is de niet steden wat, niet zeker. En in de steden natuurlijk ook, maar je hebt het niet ervaren. Eenzaamheid een probleem van deze tijd is, ongeacht de woonplaats. Maar dat viel mij onmiddellijk op, want je weet wat je doet. Hè. Je komt niet zomaar uit de grote stad, je komt uit Brussel. Wat al geen goede reputatie heeft, volkomen ten onrechte in Vlaanderen. Ten onrechte, Brussel is een heerlijke stad. Dan merk je dat die mensen zo ongelooflijk vriendelijk zijn. Ja, echt waar. En ik heb, we hebben met elkaar getelefoneerd en dan zijn we elkaar gaan schrijven. Want ik vond het buitengewoon verwaand als ik nieuwkomer een keer over dat dorp zou gaan schrijven. Dat ik alleen. Ik had dus een andere dichter nodig die daar helemaal verankerd is. Om u te introduceren. Om ook als tegengewicht tegen elkaar. Onze poëzie is ook totaal verschillend. Ja.
De gedichten van Geert zijn gedichten en die staan er. Het zijn eigenlijk, als je die aandachtig leest, per regel, elk vers, versregel, is bijna op zich een kort gedicht. Bij mij is het veel eer een kort verhaal met af en toe een kleine poëtische flits. En dat is een verschil van benadering. Ik zou Parlando toch maar niet onderschatten, hoor. Ja. Daarover nagedacht, man. Dat merk je ook wel. Het geheel is in ieder geval meer dan de som van de delen. Hè. Het vult elkaar heel mooi aan. Hè. De beide dat is toeval, hè? Ja, dat is waar. In het begin wisten we eigenlijk niet of dit zou lukken. Of waar naartoe. Of wat dat ooit zou worden. En dan merkten we gaandeweg wat u zegt. Dat vult elkaar aan. Hoe kan dat nou? Ja. En dat klikte. Ja. Geert, je zei twee oude mannen die uit het raam staren en wat versjes plegen. Maar het gaat natuurlijk over buitenkomen. Hè? Je zei het al, leven. Je zei, we zijn wandelaars. Heel veel van die gedichten zijn, vermoed ik, ontstaan tijdens wandelingen door goed te kijken en te luisteren naar wat er rond je gebeurt. Hè? Is dat een dagelijkse activiteit bijvoorbeeld voor jou? Hè? Je mag het bijna dagelijks noemen. En wat mij betreft, ik woon al veel langer in Oud-Heverlee. Ook in het verenigingsleven. We hebben een tamelijk grote tuin, 40 aren. We hebben daar een petankveldje ingericht. En bijna elke zondagmiddag kwamen daar toch 50 mensen. En dat was een mooie mix. En dat heb je ook in een gemeente als Oud-Heverlee. Daar kwam de man met de pet, maar ook de prof. En dat was een aangename mix. Maar na een tijd is dat toch een beetje uitgestorven, ja. Wandelen doe je ook in alle seizoenen. Er is bijvoorbeeld één gedicht dat één plek belicht doorheen de seizoenen. Mag ik je vragen om dat even voor te lezen? Van die seizoenen? Tomberg. Ach ja. Dat is inderdaad kort bij de bladzijde taalgrens. Vier seizoenen wandeling. Tomberg. Zo zie je maar hoe bomen diep nadenken, ernstig en herfstig. Hoe een man rollator traag een weg inslaat, winters desolaat. En zo zie je maar hoe zij zich schaarser kleedt en lente openbloeit. Hoe helse zomers aarde verschroeien, dorre ondergrond. En zo bloeien seizoenen de cirkel rond. Wat is de Tomberg? Ja, dat is ook zo een van die verboren plekken waar de gidsen ons naartoe leiden. En wat een hele achtergrond heeft van geschiedenis. Daar zouden jaren geleden rechtspraken hebben plaatsgevonden, verschrikkelijke. En mensen die gehalsrecht werden. Dus daar zit ook een hele geschiedenis achter. Ook een plaats waar veel holle wegen zijn en waar natuurspecialisten prachtig uitleg kunnen geven over de hele omgeving. En dat is het aantrekkelijke van die plek. Geert, je zei het is geen natuurlyriek, maar natuur staat op elke pagina. Hè? Ja, bijna, ja. Is dat een herontdekking voor jou? Nee, geen herontdekking. Een ontdekking? In mijn achtertuin in Brussel had ik ook natuur. Om de goede reden dat dat toen de wijk gebouwd werd in 1900, iets later 1900, daar een bos gerooid is, het Lindhoutbos. En ze die bosgrond niet afgevoerd hebben, dus mijn hele tuin stond vol bosplanten. Wilde aaronskelk, wilde aardbeien, bosanemonen, dat stond er allemaal. En ik heb die dus opnieuw teruggevonden in het Meerdauwwoud. Ja. dat is heel eigenaardig. Ja. Maar interessant daaraan is dat je moet kijken naar het kleinste op de grond. Welk paddenstoeltje is dat? Welk kruidje is dat? En dat
vond je dus in Brussel, zelfs tussen de straatstenen. In Brussel vond je dat ook niet in natuur, maar in iets waar Brussel ongelooflijk gevarieerd en sterk in is. Architectonische details, niet te geloven wat je in zo'n één rotstraatje vindt. Dan ga je er heel traag door. Net zoals bij boswandelingen je ineens kunt vertragen. Ja, ook geïnspireerd door natuurlijke vormen natuurlijk. Sommige, ja, de Art Nouveau. Ja, ja. Maar je hebt ook neo-renaissance, neo-gotiek, neo van alles. In daar heb je scherp leren kijken. Ja, ja, je leert daar, je leert daar naar de vierkante decimeter of vierkante centimeter kijken. Dat krijg je dan terug in zo'n dorp. Of in de, inderdaad, voor Vlaanderen tamelijk uitbundige natuur vlakbij dat dorp. Mijn tuin grenst aan een natuurreservaat en ik moet maar straat en spoor oversteken, ja, of ik ben in het Neerdalwoud. Dus ja, dat is... En je ziet uilen, spechten, bevers. Valken. Bevers heb ik nog alleen maar gehoord, staat er trouwens in. Het knagen. Het knagen, s'nachts. Ik ben nogal slapeloos. Hè. Dan hoor je dat beest knagen, ja. Mieren, u schrijft over de mieren. Mieren, ja. Mieren ook, dus kleine beestjes, die ontdek je overal, langs bospaden. Dat gedicht gaat over mieren, maar net zo goed over de kevers. En die heb ik dan in contrast willen brengen in dat ene gedicht. Hoe die eigenlijk mieren, de rode mieren, in gevechtsslagorde optrekken. En hoe die kevers eerder zachtaardig een rotonde maken rond een mierenhoop. En dan wegkruipen in een takkenbos. Met prachtige namen zoals, inderdaad, de scarabée of het vliegend hert. Ook dus in het hele kleine zitten wondertjes in de natuur. En die vind je daar nog. Jullie zijn goede observatoren tijdens het wandelen, maar er is natuurlijk ook die rijke natuurwoordenschat, hè, die op elke pagina naar boven komt. U zei het al, die mooie woorden voor insecten, maar u stond bijvoorbeeld een hele reeks termen voor hout op. Ja, dat heb ik in zo'n handleiding voor houthakkers gevonden. Ja, het is een beetje het bestaat, een handleiding voor bestaat, ja, dat bestaat allemaal. Ja. Je moet maar het eerste beste bloemengids openslaan of flora van België of van de Nederlanden en je vindt de raarste namen. Ja. Hooghout, laaghout, wortelhout, wondweefsel, laateiken, stobben, hamerteken, kapping, hakhout, overstaanders, linderonde, zaailing, sprokkeling, geriefhout, toverspreuken. In het Frans noemen ze la mer à boire. Je krijgt, bovendien, ik heb nog niet alles gebruikt. Hè. Ik zou er nog één naast kunnen zetten. Dan wordt de verleiding toch wel heel groot. Om een gedicht alleen maar van dat, alleen maar van sprokkelhout te maken. Ja. Ja. Wat doe je dan? Sprokkelhout uit de taal. Een beetje à la Ad. Ja. Eigenlijk komen er weinig mensen voor, hè, in de gedichten. Komen nog? Weinig mensen voor. U schrijft, Wim, over een vrouw op het kerkhof, een eenzaam hardloopster, een dementerende man die zoek is op een zeker moment in het bos, maar dat zijn schaarse personages eigenlijk. De kroegbaas, Nanke. Nanke, de kroegbaas ook, ja. En dat is wel een plaatselijk element. Ja. Dat heeft inderdaad echt bestaan op de Naamse Steenweg. Heel typisch cafeetje met een enkele ouderwetse kast, een toogbank die nergens op leek, stoelen en gammele tafeltjes. En de bakken bier aan de kant. De man is tamelijk oud geworden en werd door jongeren veel geplaagd. Heeft een minder mooie oude dag meegemaakt. Ja. Maar dat was letterlijk, het stond nog gebeiteld in een steen boven de deur, estaminet. Staminé, naar het Leuvense toe. Eigenlijk heel gezellig, grappig. Mag ik een stoute grap vertellen? Doe, gerust. Kort.
twee vrienden van mij, ook kwaaie gasten. En die zaten in zijn cafeetje en ze waren alleen. En hij liep altijd in zijn blokken rond. Klompen. Klompen. Mm-hmm. Blokken, klompen. En die stonden daar ergens kort aan een deurtje naar achter, naar zijn tuin. Ze hebben die weten weg te lokken naar ergens anders toe. Kort, die zijn gaan wateren, gaan pissen in zijn klompen. Komt die man terug en dan zek, zek. Zo van die typische toestanden van jaren geleden die je nu niet meer tegenkomt. Die je uit de eerste hand hebt vernomen. Dat soort van verhalen natuurlijk. Ja. Ja. Hey, ik heb over deze naken andere verhalen vernomen ook. Ja. Van andere mensen die daar ja. En dorpsfiguren die je nog vroeger had en die nu spijtig genoeg verdwijnen omdat ze te vlug worden geplaatst in een psychiatrisch centrum. Maar dat waren, kakemekken, dat is dus een dialectische naam. Dan had je nog een oud vrouwtje, een heel speciaal figuur. Dat was de dochter van een kasteelheer, helemaal uit het huis weggestuurd, in armoede geraakt, met een andere arme man getrouwd. En die stond in het cafeetje op in haar laatste dagen, tristig, altijd meer dronken dan nuchter. Maar ze sprak drie talen, ze speelde muziek, dus die had dat verleden nog altijd met zich mee. Die rooselde haar lippen. Het was nog altijd een dame, ook hoe tristig ze daar in dat cafeetje zat. Die in het dorp bleef wonen. Maar dergelijke figuren vind je nu niet meer. Nee, we zijn glad gespreken. Nu, ze waren zeer ongelukkig, zoals je zegt. Ja. Idealiseer vooral. Ja. Je hebt het ook over een historisch ding, Geert, in de bundel. Over Zwette Jean. Ik zeg een ding. Zwette Jean was geen man, maar een stoomtram. Ja, ja. Die verdwenen is. Ja, die is zoals veel van ons van die tramlijnen, stoom of elektrisch, verdwenen, afgeschaft. Een van de domste maatregelen die ooit genomen zijn. Maar het spoor heeft hij achtergelaten, letterlijk. Wel, het spoor ligt er niet meer, wel de bedding. Hij is nu een wandelweg, zoals zo vaak. Kaarsrecht, ja. Ja, niet helemaal kaarsrecht. Maar toch, ja. Ja. Die trams, dat was een geniaal openbaar vervoer. Hè. Op eigen bedding, langs alle dorpen heen. Daar kwijlen ze nu over. Nu wordt dat light rail genoemd. En ze komen er maar niet toe. We hadden dat net en we hebben het afgebroken. Ja. Tot wanneer heeft hij gereden? In de jaren 50. En de laatste boerentram, zoals dat heette, dus de tram die niet buiten de steden reed, is in ons gewest afgeschaft door minister Chabert. Dat reed van Brussel naar Grimbergen. Ja. In de jaren 80. Tram 58 richting Vilvoorde, om die reden omdat hij de problemen van Brussel meebracht naar Vilvoorde. Precies, als die problematische jongeren niet met de bus gaan. Dat was ik heb die tram nog vaak genomen naar de markt in Vilvoorde. Breng hem eens tot leven, Geert, Zwette Jean. Zwette Jean. Wandelaars op orto bewegende zolen, fietsers luchtverend, olie gedempt, ecologisch verantwoord circulerend, verheven boven poelen en drassen en kikkers. Op de spoorwegdijk van Zwette Jean. Dijk zonder spoor, maar veroverd op slijk, door honderden spaden en kruiwagens, houwelen en spieren en vuisten, duizenden zweetdruppels, vloeken, kreten en paarden als reuzen die spoorstaven sleepten, voor schaft alarm op de grond gesmeten. En dan het mirakel, het wonder. De tram, hij stinkt en hij hoest zwarte damp, Zwette Jean is zijn naam. Kom, zeg het me na en proef op je tong, Zwette Jean. De statiekaros van de armen, de boerende, rochelende karkaravaan met aardappels voor lege magen en steenkool voor kille botten met suikerbiet. En je gelooft me vermoedelijk niet,
met dynamiet. Ze kwamen allemaal naar Zwettejean. Ze kwamen uit zomp en bos. Ze wilden weg. Ze konden weg nu. Hun bittere werk, de toren van hun kerk. Ze keerden het de rug toe. Keken uit naar Zwettejean. Die bracht hen, nee, niet tot de zee. Hij bracht hen hortend, worstelend, hees iets dichterbij wat aan de einder glinsterde. Naar het vermoeden van een paradijs. Hun eerste reis, hun laatste ook, begon met Zwettejean. Op weg naar het verlokkende Amerika. Zwettejean, je reed op je eigenste bedding. Je had zowaar een eigen station. Jouw baksteenkasteeltje met torentje, loods en loketten. En toch, ze maakten van Zwettejean zwarte prins, zwarte duivel, altoos dienstwillige dienaar. Ze maakten met Zwettejean korte metten. Laten wij, struikelend, rammelend over boomwortels, speurend naar speenkruid en kikkers, de tonderzwammen bewonderend, laten wij Zwettejean eren vandaag. En vooral niet vergeten de afgebeulde, sinds lang vergane lijven van al wie hier vroeten en dolf en groef, woelde, afspaden, arbeiden, in tijden dicht bij onze tijden. Mooi. Dank je. Graag gedaan. Er is nog een andere route weg van het dorp richting stad, en dat is via het water, hè. Wim, je hebt een gedicht geschreven over... Een rivier? Ja. Ja. Die toch de hele, het hele gebied daar ook bepaalt, hè. Ja. De Dode Bende is een overstromingsgebied, ja. Dat hebben we enkele maanden geleden nog meegemaakt. Mm-hmm. De Deilen stond 3 meter boven het oorspronkelijke pijl, normale pijl, ja. De Deilen heeft ook een tamelijk snel stroomdebiet. Ja. Dat vergeten wij, dat dat toch nog duidelijk stromend... En in dat gedicht probeer ik te vergelijken, een rivier heeft een loop en te vergelijken met een levensloop. Je wordt geboren, de jeugd onderweg en misschien zelfs een triestige oude dag. In die Deilen. Die Deilen is daar in die streek nauwelijks rechtgetrokken. Dat is heel uitzonderlijk. In Vlaanderen, ja. Meandert geweldig. Verderop naar Mechelen op, minder. Er is ook in onze gemeente een klein stuk recht getrokken, maar de rest is van voor onze tijd. En men laat er ook de dood hout in vallen en zo. Dat is een vrij woeste aanblik. Met de bevers zeker, die ze geïmporteerd hebben, krijg je nog meer. Ja, die bevers die... Bomen die ineens een hindernis vormen. Die knagen die bomen af, zoals een potlood van onder. Juist, ja. Tot het dan op zich moment te laat wordt. Wil je het eens voorlezen, het gedicht over de Deilen? Ja. De geboorte gebeurt in Waals-Brabant, in een dorpje Houtin-Leval. En daar is het nog natuurvriendelijk. Milieuvriendelijk. En dan passeert ze in haar dolle jeugd langs Oud-Everleer, de Dode Bende. Hevig, een rebelse jeugd, opstandig, bochten maken, wringen, vroeten. Maar dan gaat het richting Leuven en dan moet zij haar hoofdje buigen voor de bruggen. En komt zij in Riolen terecht. In, zeg maar, 1 grote, en dat is de triestige oude dag, vergaarbak van fietsen, brommers, in Leuven, in de Deilen, zelfs koelkasten, half gevuld, kinderwagens, drugs spuiten, van het liederlijke leven van onze rijkeluis jeugd. In Leuven, ik lees het gedicht, langs, mosgroen, bronwater klaar, geboren in Houtin-Leval, ruisloos en onwezenlijk stil. Meanderen langs zwarte els
en verder breder en levendig langs de dode bende. Geen raad met haar lenig lijf. Doorstromen over dammen van bezige bevers om trager uit te dijen onder bruggen, in riolen en weer onwezenlijk stil langs Le Moulin de la Dille. Ja. Ik zou stilaan willen afronden met jullie allebei de vraag te stellen waar jij in het begin van het gesprek naar verwees, Wim. Dit vertelt iets over Oud-Heverlee. Iemand die daar nog nooit is geweest, iemand die daar niet van plan is om te komen wandelen, heeft ongelijk om te beginnen. Maar wat kan die ervan opsteken? Wat maakt het universeel volgens jou, die gedichten? Wel, dat is wat ik probeerde daar straks in het begin te zeggen. Dat elk gedicht hier is, maar dat het het plaatselijke overstijgt. En dat je net zo goed ergens in Nederland, ik zeg maar, een gemeente, dezelfde situaties kunt overplaatsen. Zo heb je bijvoorbeeld in Oud-Heverlee, ik heb daar een gedichtje over, het Zilvermeer. Een prachtige schaatswijver als het af en toe nog eens kraakvriest. Ik heb er nog op geschaatst. Ah, voilà, kijk. Magnifiek. Maar weet u dat bijvoorbeeld heel veel Oud-Heverlenaars zelf nauwelijks weten dat die plas daar ligt? En tamelijk snel bevriest, inderdaad. Hij wordt goed verstopt, want de groene vingermannen die proberen dat een beetje weg te houden. En je kunt er moeilijk rechtstreeks nog naartoe gaan. Die wegen zijn een beetje versperd. Mm-hmm. Misschien maar goed, want zo wordt het behouden, ja. Geert, voor jou ook die vraag, wat maakt Oud-Heverlee universeel? Bijvoorbeeld woud, we zullen steeds meer woud nodig hebben, dat weten we nu. En dat bosgedicht, dat houtgedicht, dat kun je op allerlei bossen toepassen, overal, waar ook ter wereld. Ik neem aan dat er in, zeg eens iets, in het Portugees of in het Maleis, ook van die woorden bestaan. In het Engels alleszins, ja. In alle talen wellicht. Ik noem nu Portugees omdat ze in Brazilië zoveel bos kwijtspelen. Maar ook, er staat bijvoorbeeld een gedicht in, ieder leest natuurlijk zoals iedereen wil, De Tuin der Beelden. Dat is een ongelooflijke voortuin, er staan veel meer beelden in dan ik in dat korte gedichtje kwijt kon. Maar zoiets zie je. In Afrika, in India. Het uitstalraampje van een huis. Het uitstalraampje van mensen die dat mooi vinden. En dat gedicht is wat mij betreft helemaal niet ironisch bedoeld. Ik sta daar met open mond naar te kijken. Ook hoe ze dan de seizoenen aanpassen en zo. Dus ja, ook die dingen vind je mutatis mutandis. Je moet sommige dingen veranderen overal. Het wandelen, wat toch wel een van de onderliggende thema's is van deze gedichten. Ja, waar heb je dat niet? Dat heb je dus heel veel. In steden en in wouden en in het platteland. En het trekken. Ja. Er is zelfs een hele trekindustrie. En trekconsumptie rond ontstaan. En zo meer. Openbaar vervoer dat een uitweg bood naar een wereld die je niet kon voorstellen. Dat heb je ook heel vaak. Bijvoorbeeld in treingedichten in Amerika. Die ergens naartoe brachten. En er was een hele wijde horizon, want mensen trokken inderdaad uit pure armoede naar Amerika. Hè? Dat was zo. Zo iemand als Nanke die daar een ellendig leven leidt in zijn kroeg en daar toch aan gehecht is. Ja. Dat is toch een heel universeel gegeven. Ja, dus, mensen die niet wegraken uit hun ellende en ook omdat ze niet willen daaruit wegraken. Ja. Dat is allemaal zeer. En je kunt eigenlijk dat alleen maar vatten een beetje, of proberen te vatten. Of proberen bij zijn achterpoot te pakken, terwijl dat toch ontsnapt.
Als je het plaatselijk bekijkt, beschrijft, luistert, ruikt, desnoods, dan kun je dat pakken. Goethe heeft ooit geschreven, ieder gedicht is een gelegenheidsgedicht. En het is toch een vrij grote dichter, denk ik. En dit zijn ook eigenlijk wel gelegenheidsgedichten. Ja. Je kijkt wat rond, je luistert wat. Ja. En dan hou je dat papiertje uit je zak en met je potloodje schrijf je dat iets op. Onderweg? Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. Okay. Ik ben totaal geobsedeerd, helemaal neurotisch erin. Dus, en dan komt er iets uit of komt er niets uit. Pas op, want ik heb er veel weggegooid. Oh, ja, ja. Strenge selectie. Ja, 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 dat is nodig. Dat moet. Er is een andere dichter, Anton van Wilderode, die heeft gezegd, het dorp zal duren. Hmm. Ja, ik bewonder van Wilderode zijn poëzie, maar voor mij is dat toch nog, ook al een tijdje geleden, plus cerebraal. Een beetje te plechtig. Ik heb het liever losser, ongedwongen poëzie. Maar het vers zelf, het dorp zal duren. Ah, dat ja. Het dorp zal duren. Ja. Zou je kunnen toepassen op... Ja, ja. Hij heeft prachtige gedichten geschreven, hè, die man. Zeer zeker. Kijk, ja, onderschat. Van Wilderode heeft mij eens gezegd dat ze de Vlaamse dorpen afgrijselijk, en ik kon het van heel met een hoge heese stem, afgrijselijk mishandeld hadden. En daar had hij gelijk in. Ja. Daar had hij puur gelijk in. Maar het dorp, ik weet niet aan welk soort dorp hij gehecht was. Hij woonde daar in Moerbeek. Zijn eigen dorp neem ik aan. Hè? Ja. Hij woonde daar in Moerbeek, in een klein huisje. Ja. Ja, op die manier zal dat niet duren. Maar het vervelt. Het verandert. En volgens mij is dorp in de oude betekenis van het woord bijna verdwenen uit onze omgeving. Het is voorstad, het is verkaveling, het is industrieterrein, het is, en daar ligt nog wel een autosnelweg door. Dat is het. Maar, nogmaals, ik woon er nu 4 jaar en ik moet zeggen dat de mensen die dan op die plek wonen, die zijn buitengewoon omarmend, buitengewoon vriendelijk. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja. En een van de voordelen van een stad als Brussel, is de enige stad die we eigenlijk hebben, een grote stad, dat is de anonimiteit. En dat is bestudeerd. Zeker jonge Vlamingen die naar Brussel komen wonen, die zijn enerzijds gecharmeerd door de anonimiteit en door allerlei aanbiedingen op elk mogelijk gebied. Enfin, wij wonen 25 kilometer van Brussel, dat is helemaal geen afstand. Als je zegt, ik woon 25 kilometer van Brussel tegen een Canadees, dan zegt hij, je woont in het centrum. Zegt hij, dat is geen afstand. Maar die mensen zijn enerzijds door de anonimiteit en de veelvuldigheid, anderzijds ook, en ik weet niet hoe dat in Gent zit of zo, maar in Brussel zeker ook door het parochiale. Ja. Namelijk eigenlijk door onmiddellijke omgeving. De wijken van Brussel kan je vergelijken met de dorpsleven. Ja, en er is ook een beetje iets, niet helemaal gelokaliseerd parochiaal, maar ze hebben daar ook wel vrienden van dezelfde soort. Ja. Terwijl, ik moet zeggen, in dit dorp zijn ze allemaal niet van dezelfde soort. Nee, je woont tussen allerlei andere soorten mensen. Ja, dat verschil hebben wij sterk gevoeld toen we daar kwamen wonen als jonge mensen, met tamelijk vlug wat kinderen, en dat was toch in de begin jaren 70. En dan waren wij in Oud-Everle, in Haasrode, dat is een deelgemeente, eigenlijk inwijkelingen. Zelfs zo sterk dat, en toen gingen we nog naar de kerk, als je ruggelings de mens bekeek, dan kon je zo zeggen, dat is een autochtoon, om een woord te gebruiken. En dat is er eentje die van de stad van buiten naar hier is komen wonen. Die mensen leefden nog met stoeten, met feesten, met een dorpstoneel. En dan, wanneer ze in die betere wijken passeerden met de stoet,
dan bleven de rolluiken dikwijls naar beneden. En dat was het verschil. En dat hebben wij wel degelijk gevoeld tussen enerzijds inwenkelingen en anderzijds mensen die daar al jaren uit de klei getrokken waren, bij manier van spreken. Ja, ja. Want het was een boerenstreek. Was. Verleden tijd. Ja. Goed, Dorpsbibliotheek over Oud Heverlee. Gesponsord door de gemeente, het zou wel mogen zeker. Ja. Beste reclame om te komen wandelen in Oud Heverlee, denk zeer ik. Zeker. Dit boek. Ja. Ik neem aan dat ze dat als relatiegeschenk gebruiken en dat ze een aantal exemplaren opnemen. Heel terecht. Ja, ja. Dankjewel Wim van den Abele, dankjewel Geert van Isendaal. Ja. Voor een mooie bundel Dorpsbibliotheek. Mooi uitgegeven, uitgeverij P, een pluim. Ja. De P van pluim. Dankjewel.